ja, ze kloten natuurlijk. De hele wedstrijd 0-0. Eigenlijk hadden we, moesten we winnen vooraf. Nou ja, als je dan de laatste secondes tegenkrijgt, is het gewoon kut. Jullie hebben overwicht in de eerste 20 minuten van de eerste helft. Met veel kansen, veel spel op de helft van de tegenstander. En een hardwerkende Thijs Hogeboom. Ja, de eerste 20 minuten, denk ik, wat je zei, waren gewoon goed. Veel beweging. Ja, door elkaar heen bewegen, lopen zonder bal. En daarna valt het eigenlijk een beetje weg. En is er weinig beweging zonder bal. En wordt het een beetje een statisch spel. En niet echt meer een plan erachter. En omdat het in de tweede helft is, zie ik jou en Patrick heel veel sleuren en werken en trekken, draaien om je bal proberen te kaatsen. Hoe frustrerend is het dan dat er geen goede voorzet meer komt? Ja, dat is natuurlijk frustrerend, maar je moet ze ook, via ons moet ook de kans gecreëerd worden. Dus ik wil niet alleen wijzen naar de mensen die de voorzetten moeten geven. Maar ja, ook wij moeten ook meer in het spel betrokken raken en aanvallen zelf ook creëren. Van de week stond een interview in de krant met jou, waarin je zei van dat je graag afgerekend wordt op doelpunten. Maar doelpunten voorbereiden is ook een belangrijke taak, toch? Ja, ik word niet graag afgerekend op scoren van goals. Maar ja, als spits, het enige waar ze naar kijken zijn eigenlijk je goals. En ja, je kan goed spelen, maar je wordt afgerekend op je goals. Maar ja, bij een ploeg als Alphense Boys, hè, met de opkomende middenvelders, zeker als een Ouwendijk en ook Nouwens, is het kaatsen natuurlijk ook belangrijk. Ja, tuurlijk. Het is niet alleen mijn taak om te scoren, ook gewoon om mee te voetballen. Maar ja, spits wil je graag scoren. Ja. En ja, winnen is natuurlijk het belangrijkste, maar het liefst pik je ook je doelpunten mee. Ja. Nou, zijn jullie al een tijdje veilig in ieder geval in die hoofdklasse, dus dat blijft er in ieder geval. Jij bent er volgend jaar ook weer bij. Maar ja, door dit verlies is naar boven kijken waarschijnlijk ook niet meer aan de orde. Nou, ik weet niet wat de andere teams hebben gedaan, maar nee, ik denk niet dat we nog heel ver naar boven moeten kijken. En ja, gewoon onze wedstrijden spelen en ja, dat is het eigenlijk. De laatste wedstrijden proberen zoveel mogelijk punten te pakken, dat is volgens mij de doelstelling. Ja, gewoon iedereen fit houden, fit blijven. Tuurlijk, elke wedstrijd ga je voor de winst, maar het is geen plan naar boven. Daar moeten we niet naar kijken nu.